Ik hou van risico in het leven. Ja. Kat en spek en binden. Juist. Eigenlijk gewoon iets wat je gewoon eigenlijk niet moet doen, gewoon doen. Er komt een groot nieuw avontuur aan. We doen namelijk mee aan Temptation Island. De laatste beelden van ons twee samen. Ja, schat. Als ik dat zo zie, dan denk ik echt, dit worden twee zware weken. Feit is, jullie gaan naar Temptation. Yes. Maar kennen jullie elkaar wel goed genoeg? Dus we doen even een relatietestje. Om te zien of jullie elkaar goed kennen. Ik ben benieuwd. Ik ben dus benieuwd waarvan jij denkt dat bij Rowena de vonk oversloeg. Als je dit niet weet. Laat André. Het even zien aan de camera. Oh, ja. Ja. Ja, jongens. Wat heb jij? Omdraaien. Oh. Mijn zus werd geopereerd in Utopia en toen kwam hij die ochtend, ja het was heel simpel, een kopje thee brengen. En ik had hem nog nooit zo gezien, want hij kwam daar Utopia binnen en het was de Spartaan inderdaad wat hij had opgeschreven en mysterieus en niemand kon hem bereiken. En ineens stond hij daar langs mijn bed met zijn zachtaardigheid. En toen dacht ik, hè, wacht even hoor, is dit ook hij? En toen was voor mij het moment dat ik dacht, oh, hij laat zichzelf zien. Als ik iemand echt mag, dan doe ik dat soort dingen. Je bent zo dus ik zou iemand anders ook, die ik heel lief vind, ook een kopje thee brengen. En ik vind het gewoon belangrijk dat je dat af en toe even laat zien. Ik ben echt wel benieuwd wat jouw irritantste eigenschap is. Waarvan jij denkt dat Rowena dat alle irritantste vindt. Ja. Kijk hoe snel ze hem past. Ik geef je een hint. Je deed het gisteren nog. Oh, dat is zo irritant. Even een mannen-eigenschap. Ik word niet goed ervan. Laat maar zien. Ja. Wat heb jij? Dit is 100 keer dezelfde vraag. Dezelfde. Ja, ik heb duidelijkheid. Veel vragen. Ja, dat klopt. Ik heb autistische trekjes, denk ik. Ja, ik vind dat. Ja, ik heb duidelijkheid nodig. Je kan ook niet zomaar bij mij langskomen. Als je bij mij thuis komt. Ik moet gewoon weten hoe laat je er bent. En het liefst op de seconde. Ja. Nou, dan moet ik het gewoon weten. Even een makkelijkere vraag. Wat is het lievelingseten van Rowena? Schat, wat wil je eten? Wat zeg ik dan altijd? Ja, ik weet het. Hey. Blab, blab, blab. Yes. Vegan pizza. Vegan pizza. Ja. Weet de productie op Temptation Island al dat ze vegan eten voor jou moeten inslaan? Ja, dat heb ik duidelijk gezegd. Wat is het meest romantische wat jij ooit hebt gedaan? Zo romantisch is hij niet. Nou zeg je. Het is echt schande. Je hebt geen romantische dingen voor me gedaan. Nee, ik ga gewoon. Daar komt het gewoon op neer. Oké, laat het zien. Yes. Ja, dit is bij mij niet te lezen, sorry. Wat heb jij dan? Nou, voor mij was dat. Dat jij, het is niet romantisch, maar ik vond het wel echt heel lief en loyaal. Dat je, ik stemmen kreeg en kwam op de bank terecht in Utopia. En toen is hij midden in de stemming is hij weggelopen. Zal ik mijn romantisch uitleggen? Dat is deze. Onze eerste zoen in mijn derdehands caravan. En het mooie was, had altijd een stier. En die stond tegen mijn caravan aan en dan kon je uit het raam kon je gewoon die stier zien en lag die bij ons en zo. Ja, toen hadden wij dus ook gewoon samen seks en dan was dat stiertje was daar gewoon ook bij. Ja, toen hadden wij dus ook gewoon samen seks en dan was dat stiertje was daar gewoon ook bij. Dit is heel awkward. Oké. Okay. Ja, dit is echt heel, heel awkward. Oké, okay, dit is een kutvraag. Dit gaat niet goed komen, sorry. Ik heb overall denk ik wel een goed gevoel bij jullie Temptation. We gaan het zien, we gaan het meemaken.